Voor D, je hebt nu een aantal weken in Arnhem erop zitten. Hoe bevallen die? Ja, supergoed. Ik ben goed ontvangen. Ik ben blij hier. De groep is goed, positief. En ik heb het wel echt naar mijn zin, ja. Ja, want je bent op deadline day ben je hier binnengekomen. Ja. Kan je misschien terugblikken op die dag? Hoe was die dag voor jou? Ja, het was wel heel spannend. Ja, heel de periode was eigenlijk wel spannend. Veel onduidelijkheid en of het wel doorging of niet. En de laatste dag nog steeds wel. Ja, het wel iets meer vertrouwen. Dat het wel zou gebeuren, dat het gewoon rond zou komen. Maar ja, het duurde wat langer dan ik dacht. Dus ja, uiteindelijk was het toch gelukt. En was wel echt een opluchting. En ook gewoon, gewoon blij. En ook veel honger en zin om dan gelijk te gaan beginnen. Ja, hier op de laatste dag binnengekomen. Ja. Die dag was hectisch voor jou. Ja. Maar je kent ook, jouw vriendin komt uit Arnhem. Ja. Dus je was ook al in Arnhem. Ja, ik was er al. Wat vind je van de stad? Ja, het is een leuke stad. Ik kwam al hier vaker om even weg te zijn van Eindhoven. Dus kwam ik vaker in Arnhem bij mijn vriendin en familie. Stad, Beels, een paar keer uit eten. Ja, publiek vind ik, supporters vind ik ook wel echt nice. Je ziet wel overal een beetje vlaggen rond de stad hangen. En mijn eerste thuiswedstrijd was ook wel echt, was wel een goede sfeer, zeg maar. Dus alleen maar positief. Je bent overgekomen van PSV. Ja. Waarom heb je de keuze gemaakt voor Vitesse? Ja, ik wou gewoon Eredivisie gaan spelen. Ik heb bij PSV in het eerste gewoon niet mijn kans kunnen grijpen of krijgen. Ja, het was lastig met blessures. Ja, het was elke keer net niet. Elke keer dwingen voor minuten. Dan kwam het wel in zicht. Krijg je een infobeurt, maar dan was het weer een terugslag in blessure. Dus ja, het werd hem gewoon telkens niet. En ik wou gewoon dan een stapje terug. En ik heb goede verhalen gehoord over Vitesse. Ja, de staf ken ik. Ik ken Matthijs bijvoorbeeld, Marco, Davy van tijd van PSV nog. Ja, dus en ook een paar mensen van de staf. Dus het was wel ook nog eens een, niet een helemaal een onbekende omgeving met iedereen nieuw. Het was wel toch nog een beetje vertrouwd en dat alles bij elkaar was gewoon voor mij, was Vitesse gewoon vrij duidelijk dat ik hier naartoe wil komen door die redenen. Ja, ik ben een explosieve, sterke spits die graag aan de bal zijn acties maakt. Goed schot vooral heel gretig, met veel karakter en passie. Ik probeer daarmee gewoon de jongens en iedereen mee te nemen. Dat iedereen daarvan een kick krijgt, een gevoel krijgt van dat ik wel wil. En dat ik de rest daar ook in meeneem. Dat is mijn. Je wil heel graag. Ja. Wat is dan voor jou het doel dat je wil bereiken dit seizoen? Wanneer is het seizoen voor jou geslaagd? Oh, geslaagd, ja. Zo hoog mogelijk. Weet je. Ik wil gewoon. Vitesse is gewoon een vrij grote club. Ik bedoel. Een paar jaar geleden was het nog Conference League. En ik denk dat we daarop moeten focussen om gewoon weer terug te gaan naar goede prestaties. Fundament creëren om gewoon in Europa ook te komen voor die play-offs. Ik denk dat als we dat kunnen nastreven, elke dag trainingen en elke week in de wedstrijden die karakter tonen en gewoon die strijd. Denk ik wel met onze kwaliteit dat we hebben, dat het wel moet lukken. Dus ja, geslaagd. Wat is nou geslaagd? Natuurlijk wil iedereen kampioen worden. Dus, maar ik denk dat voor ons om play-offs, gewoon voor Europa, voetbal, en net een paar jaar terug voor Vitesse, dat het wel, dat is wel mijn ambitie, ja. Je bent, wat je net zegt ook, je bent een aantal bekende jongens tegengekomen. Ja. Vorig jaar heb je nog gespeeld met Matthijs. Hebben die jongens je ook goed opgevangen toen je binnenkwam? Ja, zeker, zeker. Ik had nog contact met hem van tevoren, nog. Dus het is alleen maar leuk. Matthijs ken ik al echt sinds mijn 12e, 13e.
Dus we hebben hele jeugd samen doorgegaan. We kennen elkaar echt zo goed. Op het veld en buiten het veld. Dus dat is echt, ja, dat is ook gewoon fijn, weet je. En ja, dan wordt het ook gewoon makkelijk binnenkomen in de groep. Oh, ja, dan hebben die andere spelers die mij nog niet kennen, hebben wel een paar dingen al gehoord van zo is die. En dan wordt het alleen maar makkelijker. En, ja, ik ben door hun goed ontvangen, maar ook door de rest. En ook door de staf. Dus het is echt positief. Zin om te knallen dit seizoen. Ja, super veel zin.